Meneer, als jij 72 jaar bent, dan moet je eens in de spiegel kijken. Dan zie je ook rimpeltjes, of niet? Hé? Zo simpel is het toch, of niet? ...38 huishoudens in de Hertogenstraat, de Jan van Brabantstraat en de Van Hornstraat... ...werden enkele weken geleden verrast met het bericht dat hun woning op de nominatie staat gesloopt te worden. Woonstichting Joost stuurde hen een brief en benaderde hen telefonisch met een mededeling... ...dat hun woning de tand destijds niet heeft doorstaan. Wat zijn nou de argumenten geweest om in de Hertogenstraat en ook de andere huizen die daaromheen liggen te gaan slopen? We hebben te maken met woningen van net na de oorlog. Die zijn 1949 gebouwd. Die zijn behoorlijk verouderd. En we hebben een opgave naar 2030 tot en met 2050 om woningen duurzamer te maken. En deze woningen krijgen we gewoon niet binnen normale kosten op het niveau dat we zouden willen hebben voor nu en in de toekomst. Nou, heb je natuurlijk ook met mensen te maken die daar al heel lang wonen. Ja, die hebben daar een ander beeld bij, want die denken dat deze gerenoveerd kunnen worden. Dat begrijp ik ook. Het is hun thuis. Ik zeg altijd, wij zijn van het huis en zij zijn van thuis. Zij hebben daar hun paleisje van gemaakt. Alleen wij hebben een opgave voor onze huidige huurders, maar ook voor onze toekomstige huurders. En die vraag die speelt ook in de toekomst. En dan kunnen wij deze woningen niet laten voldoen aan de eisen die eraan gesteld worden. Wij worden ook als corporatie geconfronteerd met steeds nieuwe eisen op het gebied van duurzaamheid en klimaatbestendigheid. En ook de plattegronden zijn niet levensloopbestendig. En ik kan een woning enigszins isoleren van dat jaar, maar ik kan hem niet in één keer laten voldoen aan alle eisen. En wat ik al zei, we hebben een toekomstbeeld. En deze woningen krijg ik niet in de toekomst op het niveau waarop ze zouden moeten zijn. Ik woon hier ongeveer een 33 jaar. Altijd met veel plezier gewoond hier. Dus het is echt nog een beetje een buurt waar iedereen elkaar een beetje kent en zo. Dus dat zie je niet overal meer in Boksel. Wij spreken maar hier toch wel. Dat echt nog een, moet ik zeggen, een volkswijkje, zeg maar. Waar je vroeger ook heel veel tegenkwam. Ik ben een beetje op leeftijd, dus ja. En ik heb geen zin meer in feiten in te verhuizen. Je leeft hier prima, je hebt een mooie tuin achter. Dus alles is aangepakt. Net voordat ik met pensioen ging, ben ik 2 jaar niet op vakantie geweest. En dan heb ik geïnvesteerd achter in de tuin. Een mooi tuinhuisje gebouwd. Heb de hele tuin opgeknapt. En ik zeg, daar doe ik voorlopig niks meer aan. Dus zo was ik binnen. Maar ja. Reeds, denk ik, alles voor niks. Hoe bevalt het hier? Kijk goed. Heel goed zelfs. Ik ben hier met mijn 11 jaar gekomen samen met mijn ouders en nog 7 anderen. Inmiddels zijn mijn ouders dan overleden. Alle kinderen zijn ook de deur. 2 zijn de laatste die hier zijn blijven wonen. Ik heb zelfs inmiddels 2 kinderen. Ja, die hebben het hier ook super naar de zin. En, we hebben hier een grote plaats. We hebben hier van alles. De buurt is gewoon kei leuk. Maar u hebt goed nieuws gehad, geloof ik, hè? Ja, inderdaad. Dat viel heel slecht op een gegeven moment. Want er is al die jaren is gezegd dat we gaan renoveren. En op een gegeven moment dan krijg je een briefje binnen. Of eerst krijg je een telefoontje binnen. Daar stond je in de supermarkt van we hebben besloten om toch te renoveren. Of te slopen. En een week later kregen we inderdaad de brief, een vooraankondiging binnen. En daar stond in van... De Hertogenstraat, 2 huizen van Horenstraat en de eerste 2 blokken Jan van Brabantstraat gaan we toch slopen. Dus ja, dat viel eventjes koud op mijn dak. Dat kon ik eventjes niet, dan ben ik eventjes overrompeld. Want toen Joost hier was, die meneer, die zei nog alsnog van ik ga toch nog eventjes met collega's praten om dit toch eventjes op tafel te gooien. Of dit wel nodig is om dat deze huizen gesloopt moeten worden. En hebben ze gemotiveerd waarom dat nodig is? Dat staat in de brief en zoals het in de brief overkomt is het echt puur om de kosten. En er wordt dan ook helemaal rekening gehouden met de bewoners, met de emoties, met de sociale dingen. Er wordt helemaal rekening mee gehouden. Staat alleen in de brief van dat het kostenplaatje goedkoper is om te slopen dan te renoveren. Dus hoe is dat aangekomen? Heel hard. En niet alleen bij ons, maar bijna de hele straat. Niet allemaal, maar wel heel veel. En wat doet dat dan met jou? Ja... Wij zien dit eigenlijk, ik heb het vanmorgen nog gezegd, wij zien dit meer eigenlijk, het is niet ons eigen huis, maar zo voelt het wel voor na zoveel jaar natuurlijk. En we hebben er zelf door al die jaren nog van alles aan gedaan ook, een grote garage, een grote keuken achter een veranda en een vijver, noem maar op. Dus het is meer eigen geworden dan, god, je bent hier opgegroeid. Dat had ik niet verwacht, want de bouwvereniging Sint-Jozef die had ons iedere keer aan het lijntje gehouden. Met renovatie.
als je hier keer een klacht had, dan zeiden ze ja, maar die huizen worden gerenoveerd. En nou komen ze met de conclusie dat het plat gaat. Ja, dat is onbegrijpelijk. Die opzichter en zijn compagnon, de projectleider, die zijn bij mij toen binnen geweest voor een gesprek. En die projectleider die zei mee van, we gaan slopen. De eerste wat hij zei. De andere zei, we gaan renoveren. Maar toen hij had over slopen, toen zei ik al, nee, dat gebeurt niet. Ze zeggen, het is te duur om te renoveren. Want ze moeten in de jaren 50 dadelijk allemaal gasvrij, zeg ik goed. Hè? Ja, dan moeten ze het gasvrij en dan willen ze hier van nieuwbouw neergezet. En dan wordt dit allemaal op de jaren 50 wordt dit dan gebouwd. En dan is nieuwbouw goedkoper en beter als renoveren, zeggen ze. Nou zie ik hier heel veel volières. U doet ook wedstrijden mee. Hoe moet dat dan? Ja, ze hebben beloofd, als ik een ander huis zou krijgen, dat ik mijn spullen mee kan nemen. Maar ja, er is op het moment helemaal niks. En in deze straat zijn 35 gezinnen. Ja, die zullen toch ergens onder moeten brengen. Die huizen zijn 72 jaar oud. Meneer, als jij 72 jaar bent, dan moeten ze in de spiegel kijken. Dan zie je ook rimpeltjes, of niet? Hé? Zo simpel is het toch, of niet? Kijk, en dat is met die huizen precies hetzelfde. Er zal iets aan moeten gebeuren. Een schets ligt er bij de gemeente waar ze hier willen neer gaan zetten. En dan moeten ze alleen nog maar de sloopvergunning aan te vragen. En dan is het, dat moeten ze nog wel doen. En zo gauw als het die is, maar jullie, zoals wij vanmorgen dan met een man of 5, 6 waren wij hier. En hun met 3. En maar het is gewoon, volgens hun is het in kan en kruiken. Dus wij kunnen eigenlijk weinig meer doen. Ze zeggen dat er wat nieuws komt. Maar ze hadden helemaal nog niks. Ze hebben gevraagd, wat komt er voor het nieuws of dit en dat. Er zijn helemaal nog geen plannen, zijn ze nog mee bezig. Er zijn ook nog geen sloopplannen. Sloopvergunningen zijn er aangevraagd en zo. Dat is allemaal nog niks bekend. Dus ja, ze kunnen in feite ook nog niet veel vertellen. Heb je ook reacties uit de buurt? Ja, hier uit de straat natuurlijk. Daar zijn ze het allemaal op tegen natuurlijk. Dat ja, Hertogenstraat, ja, dat is weer een paar honderd meter verder. Daarom heb ik nooit de link kunnen leggen. Van de Hertogenstraat wordt gesloopt. En waarom de eerste 6 huisjes in de Jan van Brabantstraat? Het ligt een paar honderd meter uit elkaar. Dus ik heb zo'n vermoeden dat dat weer gaat. Zelfs als in de Van Hornstraat. Daar hebben ze in de mooie achteruitrit gemaakt voor de parkeerplaatsen. Nou, daar is dit ideaal voor, als ze dat willen, voor een parkeerplaats voor de Hertogenstraat. Ja, hier moet gewoon een eind aan komen aan deze onzekerheid. Dit is mensen die vragen aan men gewoon van wanneer, wat gaat er gebeuren? Ik slaap s'nachts niet meer. En die onzekerheid, er moet nu een eind aan komen. Niet binnen een half jaar en niet binnen een jaar, maar binnen een paar maanden als het kan. Maar hun zeiden, dat ligt aan de gemeente. Ze hebben mij wijsgemaakt, tenminste Joost, van dat ze een woning voor mij zoeken. En met een terugkeergarantie. Maar dat is het gekke in die brief die wij hebben gekregen. De terugkeergarantie staat alleen vermeld in de Hertogenstraat. En daar staat de Jan van Brabantstraat en de Van Hornstraat helemaal niet in vermeld. Dus ja, dus met andere woorden, dat is iets van het laatste moment dat ze besloten hebben dat ze deze woningen toch maar gaan slopen. Anders kan ik er ook niks van maken. Nee, allemaal onzeker, onzeker, onzeker. En de communicatie is wel zo slecht met Joost. Zijn er hier veel mensen die tegen de sloop zijn? Nou, hier in deze straat zijn wij allemaal tegen de sloop. Er zijn nog 5 van het eerste woonhuis staat leeg. Ja, in de Jan van Brabantstraat, ja. En ik heb begrepen dat er in de Hertogenstraat maar 4 mensen zijn die voor de sloop zijn. En de rest, dat heb ik horen vertellen, dat de rest allemaal tegen de sloop is. Ja, nu is het zo dat de mensen maken zich zorgen. En je hebt vanmorgen een gesprek gehad daar. Wat is uw beeld van het gesprek geweest? Nou, voor mijn gevoel is het denk ik wel een belangrijk gesprek geweest om de bewoners een beeld te geven waarom wij tot dit besluit zijn gekomen. Mensen snappen en begrijpen het wel, maar willen gewoon natuurlijk in hun eigen woning blijven wonen. En dat snappen we natuurlijk ook heel goed. Ja, mensen hebben toch een beetje het gevoel van we worden voor een voldongen feit gezet. Nee. Er is geen ruimte om iets te regelen. Het is zo, op het moment dat de planvorming dadelijk rond is, dat betekent dat we met diezelfde mensen aan tafel gaan op basis van een sociaal plan. En op het moment dat de gemeente het plan heeft goedgekeurd, gaat daarmee ook het sloopbesluit van kracht.
En dan gaan we met diezelfde bewoners één op één de woonwensen in beeld brengen. En aan de hand daarvan kijken of we een alternatieve woonruimte kunnen aanbieden. Of mensen kunnen kiezen voor een terugkeergarantie. En als bekend is wat het plan is over de inrichting van de nieuwbouwwoningen, dan hebben ze het recht om terug te keren naar een nieuwbouwwoning in dezelfde straat. Nou hebben de mensen natuurlijk in de afgelopen jaren veel aan hun huis zelf gedaan. Wat niet door Joost is gebeurd. Mm-hmm. Hoe gaan jullie om met al die veranderingen die zij hebben aangebracht? Uitgangspunt is dat we een passend alternatief aanbieden. En het kan zijn dat iemand nu zeg maar hobby's heeft in zijn tuin of in zijn achtertuin. Dan kijken we gewoon of wij ook een passende woning kunnen vinden met dezelfde oppervlakte. Kijk, als mensen nu kiezen zeg maar voor, goh, ik zou misschien wel willen terugkeren naar een nieuwbouwwoning. Als ik weet wat de plannen zijn en die worden dan na besluitvorming in de gemeente worden die met de bewoners besproken. Dan gaan mensen tijdelijk naar een wisselwoning, zoals dat zo mooi heet. En dan zitten ze daar voor de tijd dat het duurt dat de nieuwbouw klaar is. En dan kunnen de mensen weer terug. Dus dat is een tijdelijke bewoning. En als ze achteraf zeggen van nou goh, ik vind het toch maar niks. Ik zit hier in die wisselwoning eigenlijk wel goed en ik wil hier blijven. Dan kan dat ook. Het is een vrij emotioneel gebeuren, zoiets. Hoe gaan jullie daar verder mee om, zodat die mensen ja, op een juiste manier benaderd worden? Kijk, als je ergens 30, 40 jaar woont en dan wordt tegen je gezegd, je woning wordt gesloopt, dan heeft dat voor ons alle aandacht. Dus als het gaat om de aandacht die we de mensen geven en de begeleiding, want het is gewoon een persoonlijke begeleiding, het is een één-op-één begeleiding, ben ik ervan overtuigd dat we die mensen goed kunnen helpen in een alternatief. En of dat nou een andere woning is of straks een nieuwbouwwoning, achteraf hebben ze in ieder geval een woning die past bij de huidige bouwwensen.